Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Zeker, nou, de buschauffeur. Ja, daar is die. Nou, nog een weekje, dan gaan we weer op huis. En hè, buschauffeur, dan zit de vakantie erop, hè. Ah, meneer, we zitten nou nog midden in onze vakantie. Jawel, we hebben er niet over terug, nou, ik zag u zo aankomen. Ik denk, nou, nog een weekje, dan gaan we weer terug. Hè? Ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Maar valt hij een beetje de reis met de touringcar? Ja, en ben u ook met de bus? Ben u ook met de bus? Ik heb u hierheen gereden. Nou, ik heb allerlei trippies met u gemaakt. Oh, dan zit u zeker voorin. Ja, meestal. Nee, wij zitten achterin, dus dan hebben we weinig contact meer voorin. Maar u bent er wel eerder als wij natuurlijk, hè? Ja, ietsje wel, ja. Nou, wij gaan weer later weg, hè, dus maak het zo. Ja, zo zei ik ook. Doe het zo. Maar bevalt het een beetje zo aan de Costa del Sol? Nou, je ziet die andere dingen als thuis, zal ik maar zeggen. Hè. Je ziet andere dingen. Ja, ik zag net zag ik nog zo'n grote tros bananen hangen. Ik denk, nou, die bij ons thuis zien ze bij de groente voor liggen. Maar hier hangen ze zo in de boom. U bent nou een klein beetje ervan, hoor. Hoezo? Er groeien hier helemaal geen bananen. Waar groeien die dan? Ja, helemaal in Afrika. Goh, wat kan je ver weg kijken, hè? Het is hier zo mooi, meneer. Als ik zo om me heen kijk, dan denk ik wel eens bij mijn eigen... Ach. Ach. Ach, ik wou dat ik kunstschilder was. Kunstschilder? Hé, dat is heel toevallig. Mijn zwager is kunstschilder. Oh ja? Wat schildert die? Van alles, dames, heren, net zoals het uitkomt, hè. Oh ja, op linnen? Nee, op de deur. De ene deur dames en de andere deur heren, weet je wel. Oh, hij heeft veel werk mee, hoor. Heel veel werk. Nee, ik bedoel het echte kunstschilderen met ezel en palet. Oh, kerststalletje. Nee, nou, dat niet. U moet morgenochtend eens mee gaan kijken naar de opgaande zon. Oh, waar draait die? Wat draait hij? Dit is geen film. Oh, dat niet zei. Nee, ik bedoel de zon zelf. Oh, zet. Wat is nou zet? Zon zelf. Ja, ah, meneer, dat is zo'n mooi gezicht als die eens zo langzaam aan de kim verrijst. Maar hoe laat komt hij dat je zegt, Hebium? Hebium, dat kan je niet zo zeggen. Dat kan je niet zeggen, allemaal. Maar laten we zeggen, morgenochtend om een uur of half zes, zes uur. Half zes? Ja. Zal het zijn. Oh, dan maak ik wel wat eten meenemen, hè. Zorg ik voor een man met broodjes, rommel op zijn polkenbrokken, wat lekkere dingen, dat er allemaal te moeten wat eten zijn natuurlijk, hè. Vakantie is eten, eten is vakantie, hè. Het hoort er wel bij, hè. Ja, het is me opgevallen, u denkt vaak aan eten. Ik wel. Nou, ik denk ook wel eens aan drinken, hoor. Ja, dat zou wel. Ik zou maar zeggen, een Wico, die glaat er bij mij wel in, bijvoorbeeld, Een Wico. Wat is een Wico? Wico, whisky cola. Een korte kap, hè, dat bestelt sneller. Oh, dat is afgekort. Whisky cola. Whisky cola of een Yoko. Maak een Yoko. We hebben Gerard, twee Yoko. Twee Yoko. Is dat yoghurt? Yoko, jonge cola. Zo. Oh, jonge jenever met cola. Je hebt er zoveel, hè. Baco, die ken je wel natuurlijk. Baco. Baco. En, Bacardi cola. Nee, zo'n steeksleuteltje. Ken je die niet? Baco, heel bekend. We hadden het nou over drinken. Oh, natuurlijk, ja. Gisteren met die boottocht zat u ook lekker te drinken en te eten. Ik denk, nou, die auto wel van. Ja, het is een hobby van mij, hè, dat eten. Ik wil graag eten. Ik kan wel een paard op ook, hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen als ik maar u zo zie. Maar ik was in ieder geval al blij dat we geen schipbreuk leden met het schip. Nou, wat? Nou, dan zegt u even wat. Wat zeg ik dan? U zegt nog geen seconde geleden, u was blij dat u geen schipbreuk had geleden. Oh ja? Oh ja, kom, ik luister nu. Dienaangaande heb ik trouwens nog een interessant verhaal. Och jee. Ik ga eens kijken of er nog wat te vangen is. Want ik heb om 10:30 afgesproken met de snoekkarper. Als ik er niet ben, dan zwemt hij door. Hè? Meneer, die komt om 11:45 nog weer langs. Nou, nee, ik ga liever even kijken. Hè, dan... Luistert u, het is vakantie. Ja, daarom, het is vakantie. Hè. Geen haast, even relaxen. Ja, maar ik heb honger, ik wil graag wat eten. Maar aangaande die schipbreuk, hè, heb ik dus dat verhaal. Het is kort. Maar interessant. Nou, even snel, wat is het? Er dreven is vier mannen op een vlotje midden op de oceaan. Goh, het is wat. Nou, bedankt voor het praten. Dat kwam omdat ze schipbreuk hadden geleden. Oh. Nou. Mazzel dat ze een vlotje bij zich hadden dan. Hè? Nou, mazzel dat ze een vlotje, dat hebben ze natuurlijk in alle paniek even gauw gemaakt. Ja hoor, midden op zee even gauw een vlotje gemaakt. Wat van? Van golven. Nou, dan liggen we midden op zee. Ja, heb je het ook in de gaten? Ja, we liggen ineens midden op zee. Ja, goh, hadden we nou maar een vlotje. Ja, waar haal je midden op zee een vlotje vandaan? Nee, dat zou ik ook niet weten. Nou, wacht eens, wat is? Ik voel ineens een paar planken in mijn binnenzak. Oh ja? Ja, ik heb altijd planken bij me voor als je ineens een vlotje moet maken. Goh, wat handig. Ja, de spijkers zitten erin. Nou, we hebben mazzel. Hé, hey, kijk daar eens waar. Daar drijft een hamer. Nou, wat is het nou voor verhaal? Meneer, zo gaat het helemaal niet. Oh, ben je er ook achter? Ja,
zeggen bedankt voor het als dat schip zinkende is, proberen ze alles wat er aan hout te vinden is bij elkaar te krijgen om er een vlotje van te maken. Ja hoor, ze gaan op de gemak een heel schip demonteren. Vrouwen en kinderen, eer van boord. Nee, eerst nog even een plankje losgroeven. Oh nee, het zit met een kruisschroeven draaien. Dan moet ik naar de hut om kruisschroeven draaien te halen. En meneer, u zit er zulke verhalen bij te ik maken. Ik er niet, ik begin er niet eens over. Luistert u nog waar het om gaat. Er dreven dus drie mannen op een vlotje midden op de oceaan. Er zijn net vier, hoor. Ik zei net vier. Jongen, nou oké, dan is er één overboord gevallen. Wie? Kanenbraaier, nou goed. Is die waar? Wat nou? Mijn buurman heeft gevallen kanenbraaier, die heb ik een hele tijd niet gezien. Is die overboord geslagen? Wat erg. Nou, hij past nieuwe gordijnen hangen. Die ken ik nou misschien goedkoop van hem overnemen. Je weet het niet, hè? Meneer, er zijn meer honden die Vicky heten. Dat is hem, kanenbraaier. Ah, met Vicky, ik zie hem nog zo lopen. Ah, kanenbraaier en Vicky. Natuurlijk overboord geslagen toen hij die hond wou blussen. Dat kan je wel nagaan. Hoezo blussen? Omdat hij Vicky heet. Hier zitten van alles omheen te bouwen, wat ergens is. Maar luister nou even, luister nou naar het verhaal. Er dreven dus vier mannen op een vlotje midden op de oceaan. En op een gegeven moment begint het me daar te waaien. Wacht nou, is kanenbraaier weer terug? Is kanenbraaier weer terug? Zijn er nou weer vier, zeg je? Meneer, weet u wat ik doe? Ik scheid ermee uit. Er is met u geen aardigheid dan. Nou, dan kan ik weer rustig gaan vissen. Dan ben ik daar vanaf van een gezeurs. Ik val om van de honger. Ik hoop dat ik een paard vang. Ik wens u goede vangst en vandaag smakelijk eten, dat hoor. Vriendelijk, als zo, die mama maar, kan maar, eten. Jongen. Eten. Signor, no pescatori. No pescatori. Oeh, ja, dat is een mooi molentje, potverdorie. Ja, dat kan je wel zeggen. Hij zegt no pescatori, dat betekent verboden te vissen. Nee, ik heb een vergunning hoor, hallo. Ik heb een vergunning, ik heb een dat ik een vergunning heb. No comprendo, señor, no comprendo. Hij begrijpt u niet. Ja, ik spreek toch geen Spaans, is het wel? Nou, moet je horen, os. Ik heb een vergunning, os. Zo, het is no probleem, os. Ik kan doen, os, wat ik wil, os. Ik gooi het haakje, os, met het water, os. En ik haal de vis, os, er maar uit, os. Begrijp je wel, os? Die ze zeggen, alles is opgelost, os. We hebben fijn gepraat, os. Doe de groet aan de kinderen, os. En adios. Lucien, jammer dat hij de melodie even kwijt was, hè? Heb u nou helemaal niet gehoord wat hij zag? Nee, ik ben niet te ver van de man. Hij vertelde daar een interessante legende. Wat een ellende, weer een legende. Nou, even snel, hoor, want ik ben vies. Ik val om van de honger. Ik moet nu iets gaan vangen, anders gaat het ja. Die legende zegt dat er hier in de buurt een zeemermin rondzwemt. Zeemermin. Nou, dan hebben we alles wel gehad. Zeemerminnen bestaan niet. Dat weet u net zo goed als ik. Dat denkt u en dat denk ik, maar de legende zegt dat al jaren. Ja hoor. En degene die zich aan die zeemermin vergrijpt. Wie zich aan de zeemermin vergrijpt? Je krijgt er nog geen spel tussen bij een zeemermin. Wat wil je nou aan mij door? Nee, die draagt gelinst te worden. Ja, vind goed hoor. Nou, u moet het zelf weten hoor. Kijk even, ik heb mijn kanjer aan de. Dat wordt smullen nou, dan. Kijk dan. Ik ga het niet. Dan breekt mijn hengel. Ja, hou u de hengel even vast, dan haal ik hem zelf uit het water. Maar schiet dan op alsjeblieft. Maar die schiet hoor. Ik haal hem met de hand. Singing in the rain. Ja, singing. Kijk even wat er ligt. Houd er nou uit dan. Tappen, tappen. Oh. Die tappen had maar geen eten. Kijk eens, dat heb ik nou gezegd. Goedenavondje van Jansen. Mamma mia. Oh god, het is zijn moeder. Wacht nou even. Momento, señor. Momento. No problem, no problem. Por favor, momento. Meneer. Hallo, meneer. Wat heb u nou met die zeemermin gedaan? Welke zeemermin?